Wat leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe weekvlog. Ik zit hier met Dax lekker eventjes op onze lounge set die in de woonkamer staat. We moeten nog steeds 4 weken wachten dat het vloer helemaal hard is. En dat we dan onze bank weer terug kunnen. Maar Dax is even lekker met mama. Bezig met trainen. Hè? Vos en Riff zijn buiten spelen. Met een buurjongetje. Ja, die heb ik al met de ringel gewandeld, hè? Ja, ik was niet hebben nog wel plas en poep gedaan. Ja, hij heeft wel plas en poep gedaan, ja. Ringel. Ja. En plas ringel. En hij mag alleen maar niet meer plekken. Dan mag hij wel. Mag hij niet op jouw plek zitten? Nee, wel. Ja, wel? Ja. Deze ook. Vandaag gaan we niet heel veel bijzonders doen, denk ik. Ik wil nog met de meiden iets doen met kleuren verven. Het uitproberen. Vragen? De haren verven. Nee. Ja, met de kleurtjes en de haartjes en dat proberen te kijken of dat lukt. Patrick is nu even douchen. Die heeft gisteren personeelsfeest gehad. Deze niet toch? En die gaat dadelijk toch naar een klein festivalletje met vrienden. Oeh, bijna! Duxie! En hij! En deze draag is lekker bij mij, hè? En hier is Ringo. Daar ging je. Ja. Ja. Ik heb al boodschappen gehaald. Ik ben al met huis een beetje aan het opruimen geweest. En mij. Nog weer wat was opvouwen. En wat draaien. Maar even spelen. Geen spelen? Nee. Nee. Geen wel spelen? Ja. Oké. Doeg. Doeg. Dax was net eventjes een motorrace aan het kijken, hè? Dax vindt motors heel erg leuk. Dus ja. Niks bijzonders denk ik van de dag eigenlijk. Dus ik zal kijken of we nog wat leuke dingen kunnen filmen. Maar in ieder geval, doe weer een duimpje omhoog als je het leuk vindt om ons te kijken. En vergeet niet te abonneren. Nou, B is weer terug van haar training. En wat wil B graag? Kleur in mijn haren. Kleurtjes in haar haren. Ze wil blauw en ze wil paars. Dus dat gaan we proberen. Wat ga ik doen? Ik ga dit in een bekertje met water doen. Dan laat deze kleur los en dan zet hij als goed is in het water. En dan doen we een pluk van de haren in. En dan haak ik natuurlijk ook even af hoeveel je het wil laten kleuren, hoeveel haar erin gaat. Maar ik denk alleen een beetje de uiteindes van de plukken. En dan gaan we kijken of het werkt. Ik hoop het, want dan zijn de meiden weer blij. En als het goed is, zou het na ongeveer 5 keer wassen, zou het er weer uit kunnen gaan. En als dat niet het geval is, dan zit het er maar wat langer in. En dan kunnen we altijd nog met de puntjes knippen. Dan gaat het vanzelf wel een keertje eruit. Toch? Ja. Nou, dan gaan we even doen. Kleuren ging eigenlijk best goed. Wel beter als je warm water gebruikt in plaats van koud water. En de wat fellere, donkere kleuren. Dus de blauwe die we hadden, normaal is blauw wel een donkere kleur, maar is een lichtblauwe. Dus die pakt niet zo heel mooi. Maar de roze en paars is toch wel favoriet en de roze doen we heel goed. Dus ging prima. Niet zoveel gedoe, ging eigenlijk best wel snel. Dus ja, ik denk dat de meiden dit wel vaker willen en dat het wel leuk is als je zo'n vrouwenrijtje in huis hebt. Voor meisjes die dat ook leuk vinden natuurlijk. Voor jongens kan het ook wel, denk ik. Alleen is het wat lastiger omdat ze vaak wat kortere haren hebben. Om die goed in het water te krijgen.
Maar ja, er zou vast ook wel een oplossing voor te vinden zijn. Ik ben nu weer begonnen met eten maken. Het is alweer 5:30 geweest. Dus we moeten nu op naar het avondprogramma. En die is altijd hectisch bij ons. Want ze krijgen honger, ze zijn moe. Ze moeten in bad. Ze moeten lezen bij ons. Ieder geval twee moeten het lezen. Want Riff en Dax kunnen dat nog niet. Maar Riff is wel bezig met de letters. En dan moeten ze natuurlijk ook nog naar bed. En dan wordt ook weer slaaprituaaltjes. Naar bed gaan toe met voorlezen. Hoort er allemaal bij natuurlijk. Dus dat is mijn programma een beetje. Patrick is nog steeds weg. Dus ik ben nog steeds alleen met de kinderen. Maar het is helemaal prima. Ze zijn eigenlijk heel lief vandaag. Dus dat gaat hartstikke goed. Ze hebben veel gespeeld. En ben je natuurlijk bezig trainen. Dus dat scheelt ook alweer als je een kind minder in huis hebt. Niet dat Ben heel druk is hoor. Ben is denk ik de rustigste van de vier. Maar ik ga even verder naar koken. Goedemorgen. Het is vandaag maandagochtend. En Ben is naast mij. Ben je vannacht geslapen met het roze spul in haar? Draai maar zo. Superleuk, hè? Bij Vos is hij nog veel feller. Dus bij B zouden we hem eigenlijk nog wat langer erin moeten doen. Denk ik. Zo ook. Ja, een buurmeisje mocht het ook van haar ouders hebben ook gedaan. Maar jij hebt het al prijs om? Ga ze gewoon helemaal rechterhoofd houden? Nee, ik kan het niet zien. Nee, weet ik. Maar zij heeft het wel, je hebt ook nog helemaal tot en met hierboven. Dus jij hebt wel even wat ding meer. Helemaal tot en met dit. Ja, tot en met hier. Ik zag maar even tot en met hier B. Kijk wel. Tot dit zo. Zie je het? Ja. Zo wat hoger. Ik vind het super leuk staan. Ben je er ook wel blij mee, hè? Ben je wel eigenlijk woensdag nog een keertje, zodat hij nog wat feller wordt? Maar ik heb Vos, mag ik jou haar plukken haar laten zien? Kom eens, Vos. Vos is het dus heel fel. Bij haar ziet het echt heel goed. Ik moet de haren nog kammen, hoor. Ze is net uit bed. Kijk, draai je zo. Kijk. Vos heeft echt een roze pluk. Dus het werkt sowieso heel goed. Dus ik zou het wel eigenlijk met warm water doen, want dat merkt dat het beter werkte. Ja. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig om te doen. En hoe langer je het in het water houdt, hoe meer kleur het geeft. En dat werkt met kreppapier. Ja, en met kreppapier heb ik gisteren gezegd. Dus dat is hartstikke leuk. Nu gaan de meiden hun brood weer klaarmaken voor school. Mama, en ik ook. Eigenlijk niet. Maar het mag deze keer. Ja. Vos heeft altijd hele mooie combinaties. Kijk maar. Is het niet anders. En mij heb je het geleerd. Ja, jij weet het al wat beter en je bent wat ouder, dus dat maakt niet uit. Vos wil graag haar vlinder shirt aan en haar broekrok aan. Dus nou ja, prima. Hè? Wij gaan snel verder, want ik moet alweer bijna gaan en ik ben nog niet klaar. Ik ben weer op mijn werk. Het is vandaag niet echt een lesdag meer, maar in het teken van de Wereldweek. Voor de tweede klas betekent dat dat ze bezig gaan met goede doelen. Dus we zullen zien hoe dat vandaag gaat uitpakken. Maar geen reguliere lessen meer. Zo, de maandagochtend. Hoi Dax. Papa en Dax zijn weer samen. We zijn lekker aan het klussen. We zijn met de kast bezig. Ik draai de camera even om. Dan hebben we hier die kolf zo gemaakt, zo. En daar zitten nisjes in. En dan kan Engeland maar die plantjes in zetten, wat ze altijd deed. En dan zijn dit die Ivar-kasten van de IKEA. Of Ivar, hoe je het ook wil noemen. En daar hebben we er nou drie van. En dan heb je hier een stukje ruimte wat we over hebben. Dan maken we ook een soort van kolfje. En daar kunnen we dan nog stroom in doen. Van boven kunnen we wat spotjes in maken. Onder de kast door zit ook, kan ook stroom. Daar heb ik ook buizen neergelegd. En hier in de kast ook overal. In de nestjes ook overal stroom voor de ledjes die erin komen. Die de plantjes gaan verlichten. Nou, leuk zeg. Hoop werk. Zo op de vrije dag in een paar uurtjes ook. Ja. Het is niet anders. Het is vandaag weer woensdag. Ik heb net drie kindjes weer naar school gebracht. En hier hebben we Dax. En Dax is bij de kapper geweest, hè? En je hebt sleuteltjes mee.
Een heel kort kopje nu, hè? Ja. Mooi, hè? Ja. Blij mee? Ja. Ja? Nou, kom maar. Dax zat op de fiets. En Dax kan heel hard fietsen, hè? Ik zal even laten zien, want hij gaat weer. Hij doet ook altijd die voetjes dan naar achter. Ik denk dat het tijd is om van 3 naar 2 wielen te gaan. Misschien even kijken wat we vandaag kunnen regelen voor jou, meneer. Waarom? Nou, omdat jij zo hard gaat. Je wordt al zo groot. Ja. Ja, grote jongen, hè? Gisteren heb ik trouwens niet echt gevlogd. Gisteren hebben we wel gesprek gehad bij de turnen van B. Papa is thuis, papa slapen. Dat doen ze altijd, 1 keer in de half jaar. En nu was het dus even kijken of ze dan weer een seizoen verder kan. En ze mag weer een seizoen verder bij de TTA, dus dat is heel fijn. B was heel blij. En er komt dan een extra dag bij, dus dan gaat ze daar 4 dagen trainen van 3,5 uur per keer. En bij de eigen vereniging nog 1 dag. En daar traint ze dan 2,5 uur nog. Dus B was helemaal blij en ze had echt heel veel vooruitgang laten zien. En veel vooruitgang in de lenigheid. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Even kijken. En ik weet niet of ik het al had gezegd, maar Vos mag de 13 juli. Mag zij afzwemmen voor B en C. Dus dat heeft ze maandag ook te horen gekregen bij zwemles. Dus dat is heel fijn, want dan heeft ze haar diploma's voor de vakantie. En vandaag hebben wij een stagiair in huis van de middelbare school in ons dorp. De kinderen van zorg en welzijn die moeten volgens mij 3 of 4 dagen stage lopen in een gezin met in ieder geval 1 kind die nog thuis is en een kind die naar school gaat. Nou ja, wij hebben er 4 en we hebben Dax nog thuis, dus dat komt mooi. Diep erin! Die past daar in, hè? Die hoort daarin volgens mij ook, Dax. Piep, piep. Hè? Ah, dan doen we zo doen. Zo, nou kan die denk ik wel. Oh! Dit zijn die steentjes die je wel eens gebruikt voor decoratie. En die kinderen van ons, die vinden het nog best wel leuk om daarmee te spelen. En Dax gebruikte nu al steentjes voor de graafmachine. Maar ik ging net bijvoorbeeld met hem ook dit doen. Ik zal even laten zien. Dan leg ik er bijvoorbeeld 2 neer. En dan moet hij precies hetzelfde neerleggen als wat ik daar heb. Dan is hij toch ook al een beetje bezig met rekenen. Terwijl hij dat niet echt door heeft. Dus dat vindt hij ook leuk. En nu stopt hij alles in de auto. Deze gaat daarin. Zo. En dan gaat hij daar gooien. Nou, dan kan ik in de tussentijd ook nog eventjes de was opvouwen. En onze stagiaire die komt volgens mij rond 9 uur, 9:15. Tussendoor moet ik ook wat eten, appeltje. Met kaneel, vind ik wel heel lekker. Nou, we gaan verder met de was. Thank you.
Het is donderdag en ik ben klaar met werken. Of ja, eigenlijk niet, want ik heb nog best wel wat dingen te doen voor het einde van het schooljaar. Vandaag op school hebben ze een trefbaltoernooi gehad. Dus daarom heb ik even een sportoutfit aangedaan. En natuurlijk van het Nederlands elftal. Dus daar ben ik bezig kijken, maar ook heel druk geweest met laatste feedback te schrijven voor op de rapport van mijn mentorleerlingen. Maar ik kom dus thuis en ik zie wat pakketjes. Ik zal ze even omdraaien. Nou, die zijn binnen. En ga ik zo even openmaken en dan laat ik wel even zien wat erin zit. In dit pakketje zit, denk ik, de turnboekjes van Ben Vos. Zoals jullie denk ik wel weten, is B veel aan het trainen. Zij traint 5 dagen in de week. Maar Vos die begint ook steeds meer te turnen. En Vos die traint nu, even kijken, 2 keer in de week. Nou ja, dat is voor een meisje van 6 al best wel veel. Maar we komen dus wat turnbroekjes tekort. Want ze gaan eigenlijk bijna elke keer ook weer in de was. Dus ik heb een paar extra besteld. Ze hebben een aantal van andere soort merken die misschien wel wat duurder zijn, maar ook wel hele fijne kwaliteit. Maar ik dacht, we kunnen er ook wel een paar wat iets goedkoper doen en die er ook hartstikke leuk uitzien en volgens mij ook gewoon prima doen. Even kijken. Nou ja, bijvoorbeeld deze. Is gewoon een zwarte. Niks bijzonders, maar perfect. Daar heb ik er, als het goed is, 2 van besteld. Kijken. Ja. Kijk, want dit is de andere. En Ben Vos zit er eigenlijk bijna in dezelfde maat met broekjes. Van dit soort broekjes dan. Dus die kunnen het gewoon ook delen met elkaar. Dan hebben we deze. Even kijken. Deze heeft al iets meer hier wat diamantjes op. Die kan zien. Maar ook hier aan de zijkant. Nou ja, en wat die meiden van ons geweldig vinden zijn alles... Alle dingetjes die glimmen en glitters hebben. Dus die is prima. En dan hebben we er ook nog zo eentje. Met Jim erop. Of Gim, wat jij wil. Dus daar zullen jullie meiden weer blij mee zijn. Een super grote doos voor dit. Dit zijn sokken voor de meiden. Misschien pas ik ze zelf ook wel. Ze hebben toch al bijna mijn maat. Nou ja, blauwe, gele, paarse, roze, een groenige en een beetje een bruin crèmerige. Superleuk. En laatste pakket. Is van de Zara. Dat is een grote. Zara heeft altijd 1 keer in de zoveel tijd een sale. En dat was nu ook weer. En dan heb ik van tevoren heb ik al allemaal dingen in mijn winkelmandje gezet. En dan kan ik het allemaal in 1 keer gaan betalen wanneer die sale begonnen is. En dat scheelt heel veel, want alles is heel snel weg altijd bij de Zara. En onze jongens die groeien behoorlijk hard. Dus ik heb wat nieuwe spullen voor ze. En voor Riff heb ik ook al wat truien voor na de zomer of voor de koudere winteravonden. Wat zeg ik nou? Koudere zomeravonden. Maar dit is, vind ik zo leuk. Voor Riff, zo'n tuinbroekie. Met korte pijpjes eraan. Helemaal leuk. En gewoon een gele... Gewoon een mooie gele trui. Niets meer, niet minder. Ik vind altijd geel leuk staan bij Riff. Dus. Nog een capuchon trui. Met op de achterkant zo'n grote bloem. Of een zon. Even kijken. Hé, heb ik even 2 keer. Ja. Nou, blijkbaar... Heb ik deze 2 keer.
Hoe vet is dit? Ik ben natuurlijk vanuit vroeger echt een basketbalgek. Nog steeds vind ik basketbal super mooi. Een van de mooiste sporten om te zien. En dan heb ik dit blouseje voor Dax. Met Chicago Bulls. Heel leuk. Een leuk blouseje voor Riff. Want hij is gek op blousejes. Met je een bloemetjes erop. T-shirtje voor Riff. Met dit op de achterkant. En dat op de voorkant. Weer geel. Heb ik nog in gele. Met streepjes. Helemaal leuk. Dan heb ik geen geel van keer. Die. En op de achterkant ook een patroontje. Of een plaatje. Dan heb ik voor Riff Chicago Bulls korte broek voor Riff. En dit is een setje. Met een broekje met meerdere basketbalclubs erop. En een shirtje daarvan. Nou, daar ben ik eigenlijk wel weer heel blij mee. Alleen als één trui dubbel. Oeps. Goedemorgen! Donderdagochtend. Jaylen is hier aan stage lopen. Die moet onze Dax een beetje verzorgen en een beetje huishouden doen voor school. En we hebben vandaag de opdracht. Engelot. Oh, Engelot belt. Wacht even. Yo, we're back! Nou, even overnieuw. Net ging het helemaal mis. Nu gaat het helemaal goed komen. We zijn een cake aan het proberen te bakken. Wat moet Jim voor zijn stageprojectje doen. Ja. Net ging het helemaal mis. Verkeerde boten. Geen bloem. Plafond vol met boten. Noem maar op, vrouwen die belt, alles, drama. We gaan gewoon opnieuw beginnen. Maar zonder halvarine. Maar met gewoon boten, bakboten. Jaylen gaat mixen, denk ik niet. Er moet water bij. Oh, hij is verder dan ik. Er moet water bij. En dan? We hebben gewoon deze, we hebben deze melk. Citroencake. Je moet zachtjes eerst kloppen, toch? Voeg de cake mix. Ja, dat heb ik nou net gedaan. Ja, en 4 eieren. Ja, en water. 500 ml. 50 ml. Dat is de helft van het ene ding. Ja, ik heb het nou met lepel gedaan. Ja, dat is goed. Komt goed. Daad. Je bent dus heel slecht, hè? Ja, zo. Ik ga het nu proberen om het allemaal te mixen. Ik durf het niet zo goed. Ik ben bang dat het fout gaat. Hé, hey Dax? Ja. Het fout, hè? Thank you.
Ja, het gaat goed, hè? Niet? Nou. Nou, zeg. Wat zeg je? Beter als voor je, ja. Even kijken. Ik ga even wat drinken pakken. Zal ik eens drinken? Heb jij wat drinken trouwens? Ja, wat drinken. Hoogste stand in 2 minuten voor een luchtig beslag. Maar op de hoogste stand op deze durf ik niet, hoor. Oh, dat is goed zo. Best wel prachtig. Ja, ik denk ook. Ik vind het wel mooi. Oké, dus dat heb je gedaan. En dan doe ik beslag in de cakevorm. Ik denk dat het goed gaat. Ik denk het ook, maar hij is nog wel heel zacht, vind ik. Ja, dat moet ook. Maar hij had als hij daar in de oven zit, dan gaat hij niet. Ja, dat snap ik. Maar... Vind je het mooi? We hebben een citroen. Ik denk dat is citroencake. Wat doe je nou? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is 5:15, dus behoorlijk vroeg. En ik ben nu net bij mijn werk beland en wij gaan vandaag naar het wat. Dus daarom moeten we ook vroeg weg. En dan wordt het een hele lange dag, we zijn ook laat weer thuis. Maar ja, dit soort uitjes, daar geniet ik heel erg van. Ik hoop dat we mooie vondsten kunnen vinden op het strand. Want daar gaan we natuurlijk ook nog kijken. Ik hoop dat we misschien nog wel zeehondjes kunnen zien. De groep van gisteren heeft dat wel kunnen zien. Dus ik hoop dat wij dat ook mogen zien vandaag. En natuurlijk hopen we dat het droog blijft. Maar voor de zekerheid mijn regenjas meegenomen. En laten we maar gaan. Ik neem jullie mee. In hoeverre ik natuurlijk dat kan. Want ik kan niet zomaar natuurlijk alle leerlingen erop zetten. Maar ik zal mijn best doen om nog wat leuke dingen te laten zien. Het is vandaag zaterdag en we zijn weer bezig met klussen. Patrick is hier met de kast bezig. Hij schiet echt al wel heel stuk op. Ja, vind ik wel. Kijk, het onderste gedeelte staat al. De zijkanten zijn er al. Dat gaat echt snel. Het kan altijd sneller, maar we hebben gewoon niet zo heel veel tijd. Dus we hebben vanmiddag ook weer feest, verjaardag. Van mijn zus. En s'avonds natuurlijk weer voetbal kijken. Dus komen vrienden van ons ook weer bij ons. Maar ja, hier worden weer stappen gemaakt. Ik ben nog bezig in de schuur. Want ik moet nog steeds verven bij onze lichtkoepel. Dat is van hout gemaakt. Maar die zuigt veel verf op. Dus elke keer als je weer laag doet, wordt het steeds wat witter. Maar ja, het duurt wat langer dan dat we eigenlijk gewild hadden. Maar... Het wordt steeds witter. Ik heb nu laag 1 erop zitten weer van vandaag. Dus ik ga dadelijk 2.
ben een klein beetje verbrand, zoals je kan zien. Gisteren een leuke dag gehad op het wat. Of ja, niet echt op het wat, want watloop hebben we niet gedaan. Maar we waren bij Schiermonnik ook met de leerlingen. Ondanks dat de zon niet echt scheen, voor je gevoel, kun je nog steeds verbranden daar natuurlijk. Heel veel wind, dus je merkt niet dat je een kleurtje krijgt. Maar ja, wij gaan weer even verder met klussen.